NEC won afgelopen maandag met 1-2 van FC Utrecht. NEC scoorde in de 95ste minuut. Of Jack de Gier als spits ooit zo laat nog scoorde, dat is nog maar zeer de vraag. Poeh, vast wel. Ik kan het me zo niet herinneren, maar ik heb wel denk ik vaak beslissende goals gemaakt. Dus, kijk, weet je, je hebt het over de goal van Sven natuurlijk in Utrecht. Ja, ik vind het persoonlijk een topgoal. Een echte spitse goal, weet je. Op het juiste moment diep gaan, de aanname, het afwerken onder druk van een keeper en een verdediger. Ja, daar kan ik van genieten. NEC speelde dit seizoen 2 wedstrijden. Eentje met matig spel en 3 punten. En eentje met redelijk spel, maar met slechts 1 punt. De Gier kan uit alles wel wat pluspunten halen in de voorbereiding voor de wedstrijd van aankomende vrijdag tegen FC Dordrecht. Nou, ik ben wel een coach die positief ingesteld is. Dus eigenlijk uit alle wedstrijden de positieve dingen haalt. En natuurlijk kijken we naar dingen die niet goed zijn gegaan. Maar de balans zal bij mij altijd doorslaan in het positieve. En ja, tegen Utrecht hebben we veel kansen gecreëerd. We hebben er te weinig benut. We hebben in fases geen goede veldbezetting gehad. Ja, daar moeten we aan werken om vooral onze eigen speelwijze te verbeteren. Doelman Coutinho is ziek. Als hij niet speelt, dan zal Norbert onder de lat plaatsnemen. Want daar hebben we goed naar gekeken sinds de tijd dat hij bij ons is. En er zit niet zo'n groot verschil tussen hem en Marco van Duin. Alleen we hebben de keuze gemaakt om Norbert te laten starten. En daar hebben we alle vertrouwen in. Nieuwe aankoop Matthias Bossaerts zal er tegen Dordrecht nog niet bij zijn. Kijk, Matthias stond al vrij lang op de radar bij NEC. En daar zijn we ook wel gedurende de voorbereiding hebben we steeds contact gehad met hem. Ik wil graag alle posities achterin dubbel bezet hebben. En Matthias paste daar nog bij. Dus vandaar dat op het moment dat de kans kwam dat hij ook naar NEC toe kon komen. Ja, hebben we dat gedaan en daar ben ik alleen maar blij mee. Vorig jaar werd ten eigen huis 6-0 tegen Dordrecht. Ja, ik vind Dordrecht eigenlijk niet verzwakt. Want ze hebben een goede spits gehaald, Maletic. Ze hebben wat jongens op de zijkant, snelheid. Ze hebben degelijkheid achterin met jongens die goed kunnen voetballen, die durven te voetballen. En het is gewoon een gevaarlijke ploeg om tegen te spelen. Hè. Snel in de omschakeling, durven te voetballen. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we zelf top zijn en vanuit onze eigen kracht gaan spelen. En vanuit die speelwijze hun onze wil opleggen. Vrijdag om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC, FC Dordrecht.